De politie heeft gisteren een filmpje op YouTube gezet van twee inbraken in een parkeergarage. In oktober en november vorig jaar hebben twee mannen in garages aan de Westerhaven en aan de Herenpoort de Molendrift de parkeerautomaat gekraakt. De daders zijn er met duizenden euro's vandoor gegaan. De politie heeft de beelden online gezet in de hoop dat iemand de daders herkent. In het filmpje is te zien dat de twee mannen goed waren voorbereid. Wij denken dat de kraak op zich goed is voorbereid. Je ziet ook op de beelden dat een van de personen probeert om een van de camera's zwart te spuiten. Dat lukt niet helemaal, maar goed, ook zo'n parkeergarage is goed voorbereid. En wij hebben die beelden kunnen krijgen en wij hopen ook met hulp van de kijker deze zaak op te kunnen lossen. Want zijn ze op de filmpjes ook goed herkenbaar? Nou, ze lijken dus wel goed voorbereid te zijn. Ze dragen donkere kleding. Het is ook wat moeilijk om het gezicht te herkennen. Maar ik ben ervan overtuigd, als je de daders kent, dat je ze ook herkent. Misschien niet alleen vanwege het gezicht, maar ook vanwege de houding. Het YouTube-kanaal van de politie is een succes. Het sociale medium heeft er al meerdere keren voor gezorgd dat daders zijn aangehouden. We zijn ongeveer een klein jaar bezig met ons eigen YouTube-kanaal. En het lijkt erop dat bijna de helft van de opsporingsfilmpjes die we hebben geplaatst, dat we daar uiteindelijk ook mensen voor aanhouden. Het is natuurlijk wel een redelijk zwaar middel om mensen ook met hun gezicht op YouTube te plaatsen. Alleen ja, als mensen dus toch iets doen wat ze niet mogen en de officier van justitie geeft ons daar de mogelijkheid voor om dat te doen, zullen we dat ook zeer zeker doen. Het filmpje is terug te zien op het speciale YouTube-kanaal van de politie en op onze eigen website www.oogtv.nl.